Goeiedag, dames en heren, toeschouwers. Welkom bij deze winterlezing namens Tijlers Godgeleerd Genootschap vanuit de Gehoorzaal in Tijlers Museum. Ik heb een lezing voor u voorbereid, getiteld Paradijsvogels, mythe en werkelijkheid van een verzamelobject. En deze lezing is expliciet bedoeld om te linken met de tentoonstelling die hier in Tijlers gaat komen over vogelparadijs, vogelpracht. Dus paradijsvogels en vogelparadijs, het haakt in elkaar. Op deze slide die u nu ziet, ziet u een van de boeken die op de tentoonstelling te zien is, van Le Vaillard, Histoire naturelle des oiseaux de paradis. Dat is een werk uit begin 19e eeuw, waarin we heel mooi en gedetailleerd de paradijsvogel zien afgebeeld. Het is een heel mooi staaltje van vroeg 19e eeuwse wetenschap, waar wetenschappelijke beschrijving en een hele mooie natuurlijke weergave hand in hand gaan. Op de tentoonstelling zijn veel meer van dit soort prachtige voorbeelden te zien, waarin kunst en wetenschap, wetenschappelijke illustraties en wetenschappelijke beschrijving met elkaar samengaan. Maar wat ik u nu het komende uur ga vertellen, dat is eigenlijk de voorgeschiedenis van dit hele proces. Wij hebben een bepaald idee over wat wetenschap is en een bepaald idee over wat kunst is, maar dat is niet altijd zo geweest. Ik heb hier nog een voorbeeld, ook weer van een vroeg 19e eeuwse afbeelding, wat dat beeld weer heel nadrukkelijk versterkt. Maar waar we het vandaag over gaan hebben, is deze vogel, een mooie foto van een paradijsvogel, en eigenlijk de verschuiving van wat vroeger natuurlijke historie is gaan heten en wat vanaf ongeveer 1700 gekwalificeerd wordt als biologie. Het lijkt hetzelfde, maar zoals ik u hopelijk in het komende uur kan uitleggen, het zijn twee toch wezenlijk verschillende manieren van met wetenschap omgaan. Wij hebben nu heel erg het idee, wetenschap is van aller tijden. Het heeft altijd dezelfde uitkomsten, altijd dezelfde methodiek gevolgd, maar dat is niet het geval. En ik wil u dat laten zien, hoe dat in de periode voor 1800 was, naar aanleiding van de paradijsvogel, wat een prachtig voorbeeld is om het punt wat ik u verder duidelijk wil maken te illustreren. Even kort samenvattend, het achterliggende idee van de wetenschap van nu is eigenlijk totaal anders als het concept waar wetenschappelijke beschrijvingen tot ongeveer 1700, 1750 van uitgaan. We spreken dan niet over biologie, maar over natuurlijke historie. En de belangrijkste elementen daarvan zijn dat natuurlijke historie vooral gebaseerd is op teksten. Wetenschappers kijken nu vooral naar de natuur zelf. Tot 1700 ongeveer gaan wetenschappers die iets willen weten toch in eerste instantie de bibliotheek in. Ze gaan kijken wat hebben anderen erover geschreven. Een belangrijk verschil met nu is ook dat er tot ongeveer 1700, 1750 enorm veel belang werd gehecht aan symboliek. De symboliek van dieren. De vos bijvoorbeeld, wij zien dat nu als een bepaald soort zoogdier, familie van de wolf en de hond. Maar voor de 16e, 17e eeuw was de vos vooral een symbool van slimheid, kracht, sterkte. Een dier werd met andere woorden heel erg beschouwd vanuit een symbolische context. Dat heeft ook als gevolg dat bijvoorbeeld een anatomie van zo'n dier weinig invloed heeft op de manier waarop men tegen dat dier aankeek. De rol van waarneming is klein en de rol van afbeeldingen in het verhaal. Dierenboeken bestaan al sinds de middeleeuwen en die waren soms geïllustreerd, maar die afbeeldingen zijn dan eigenlijk minder relevant en tot op zekere hoogte ook problematisch. Problematisch wil overigens kan twee kanten uit dat begrip. Het kan betekenen dat de rol van afbeelding klein is, maar ook juist heel groot. Dat men een bepaald idee had over hoe een dier er moest uitzien en dat dat stereotype beeld keer op keer op keer herhaald werd. In weerwil van latere waarnemingen. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de rhinoceros van Dürer, die op een gegeven moment door Dürer rond 1520 werd getekend en geëtst.
En die gravure is eindeloos gerecycled. Nou, ik ga het vandaag niet hebben over de rhinoceros, maar wel over dus die paradijsvogel. We zien op deze slide zien we een vrij recent beeld van de taxonomie van de Birds of Paradise, de verschillende soorten zoals die nu bekend zijn, en ook het gebied waar die vooral in voorkomen, Nieuw-Guinea. Nou, nu weet u allemaal ongetwijfeld dat de ontdekkingsreizen heel veel nieuwigheden uit de oude en nieuwe wereld naar Europa brachten. En dat dat tot op zekere hoogte een enorme impuls was voor het doen van wetenschap, maar ook wetenschap problematiseerde. Want immers, als geleerden in eerste instantie iets wilden weten over een bepaald dier, keken ze natuurlijk eerst naar de Bijbel, naar Aristoteles, naar Plinius, die een heel belangrijk boek had geschreven, Natuurlijke Historie, genaamd. Vandaar ook de term Natuurlijke Historie. En die paradijsvogel die kwam in die oude boeken niet voor. Het was een onbekend dier, helemaal van de andere kant van de wereld afkomstig. Dus we hebben nu de taxonomie eventjes gezien, hoe we daar tegenwoordig tegenaan kijken. We gaan nu eens kijken op Nieuw-Guinea. Want 1492, u weet het verhaal allemaal, Columbus ontdekt Amerika en in het voetspoor van Columbus gaan veel meer Europeanen op reis. En komen niet alleen gaan reizen naar het westen, maar komen ook in het oosten. En een van de eerste verwijzingen die we tegenkomen naar die paradijsvogel is uit 1514, waar een Italiaanse koopman in een brief schrijft: ik breng naar de Pontifex, dat is de paus, meegenomen in een schip uit Pisa, een hele mooie dode vogel die ik heb meegenomen uit de Molukken. Die is geboren in dat verre land en nu is ontdekt. De vogel heeft geen pootjes en is altijd in de lucht, zonder ooit de aarde aan te raken. En voedt zich in de lucht en maakt zijn kinderen in de lucht. Deze informatie komt van hen die het kunnen weten. Nou, hier hebben we eigenlijk in een nutshell het verhaal van de paradijsvogel. De paradijsvogel was dus een vogel die voorkwam in het mystieke, hele verre oosten. En waar dus een verhaal over de ronde ging, voordat iemand überhaupt het dier in levende lijve had gezien, dat het dier geen pootjes had en altijd bij implicatie altijd zou vliegen. Dit verhaal maakte een enorme indruk en je ziet al dat meteen de jaren daarna er een heftige discussie ontstaat onder geleerden, of liever gezegd ook onder geleerden en kunstenaars, ook handelslieden, van hé, maar dat is zo'n fascinerend dier, daar moeten we een exemplaar van hebben. Over dat aanwezig zijn van die pootjes kom ik het zo meteen nog even te spreken. Maar we hebben een tweede reisverslag wat deze bevinding, deze vondst van dat nieuwe dier bevestigt. Namelijk Magelhaan, die zoals u weet exact 500 jaar geleden op wereldreis was. Die als eerste de wereld rondzeilde. Deed onder andere ook Nieuw-Guinea aan. Magelhaas overleefde deze toch niet, maar het schip, een van zijn schepen, kwam wel aan in Spanje. En daar was ook waren twee balgen van paradijsvogels meegenomen. En de schipper, de kapitein van Magellaan, die schrijft dan aan de Spaanse koning: wij kregen twee zeer mooie dode vogels, zo dik als holenduiven, met een klein kopje, een lange snavel en poten ter lengte van een hand en zo dun als een veer. Ze hebben geen vleugels. In plaats daarvan hebben ze lange, veelkleurige veren in de vorm van een grote vederbos. De staart is zo lang als die van een lijster. Alle andere veren, behalve opzij, hebben een bruine kleur. Ze kunnen alleen vliegen als er wind is. Ons werd verteld dat deze vogels afkomstig waren uit het aardse paradijs en Bolon Divata, godenvogels, werden genoemd. Nou, ook dit verhaal maakt grote indruk en er zijn dus ook fysiek nu een aantal van deze mythische vogels, afkomstig uit wellicht het verloren paradijs, dat zoals iedereen wist ergens op een niet nader bepaalde plaats in het oosten lag. En er worden dan ook
tekeningen van gemaakt. Hier hebben we de eerst bekende tekeningen van iets later, 1550, gemaakt door een onbekende kunstenaar. En wat we zien is inderdaad een prachtig verenkleed, maar geen pootjes. En als een dier geen pootjes heeft, dan zal het inderdaad, zo vermoeden men, altijd vliegend door moeten brengen. Nou, deze informatie die men had, gekoppeld aan de fysieke aanwezigheid van deze twee balgen, zoals we dat noemen, van paradijsvogels, voedde enorm de verbeelding van geleerden. Die dieren die zouden dus inderdaad alleen maar kunnen vliegen, nooit rusten, nooit op de grond komen. En zo reconstrueerde men, of zo bedacht men op basis van de schaarse informatie die uit Nieuw-Guinea afkomstig was. Ze zouden paren in de lucht, ze zouden hun hele leven in de lucht blijven, in de lucht ook hun eieren uitbroeden. De vrouw zou die eitjes leggen in de rugholte van de man en een heel leven lang rondvliegen, levend van de regen, levend van de zon en een nieuwe generatie broedsels op de wereld zetten, of liever gezegd in de lucht brengen. Ik vertelde al in de inleiding dat men vooral eigenlijk heel erg geïnteresseerd was in de symbolische kant van dieren. Dat heeft een hele diepe oorsprong die teruggaat tot de late christelijkheid. De fysiologus uit de 4e eeuw na Christus is daar een bekend voorbeeld van, waarbij we kennen de voorbeelden allemaal nog, een mier wordt gezien als een symbool van nijverheid. De bij, of liever gezegd de bijenkorf, als een symbool van de menselijke samenleving, waarbij onder het gezag van, dacht men toen, een koning, een volk van werkbijen en burgerbijen zou bestaan. Dus vooral die symbolische waarde is enorm belangrijk. En zo kunnen we onszelf wel bedenken, op het moment dat je heel erg gefocust bent op de symbolische waarde van een bepaald dier of object, is de manier waarop je het fysiek afbeeldt wat minder relevant. Nou, in de 16e eeuw komt er een nieuw boekgenre op de markt, de zogenaamde emblemata boeken, waarbij aan de hand van een bepaald object, een bepaald dier vooral ook, een hele morele boodschap wordt uitgedragen. Dus we zien bijvoorbeeld een afbeelding van een spin en dan volgt er een motto in het Latijn en een uitleg in het Latijn waarin allerlei associaties over het leven van die spin, die webbend strikt en ten diepste een teken is van dat de mens moet opletten, indruk in woord en beeld aan de lezers gepresenteerd wordt. En die emblemata bundels zijn enorm ontzettend invloedrijk geweest. En we zien hier een van de eerste voorbeelden van Sambuca, die in zijn emblemata uit 1563 heel mooi laat zien hoe die eeuwen rondvliegende paradijsvogel een soort symbool is voor de goddelijke almacht die zich openbaart in de schepselen en dan in de meest wonderlijke schepselen, zoals bijvoorbeeld in dit geval de paradijsvogel. Ander voorbeeld, paar decennia later van Joachim Camerarius junior, waar we hetzelfde idee ook weer zien, dus een religieus motto, terra commercia nescit, hij kent het aardse leven niet, hij kent de aardse handel niet, want die paradijsvogel, zo stelt Camerarius in zijn begeleidende tekst, dat is juist een symbool voor eeuwig leven op van goddelijke weldaad aan dit schepsel der natuur. De paradijsvogel is afkomstig uit paradijs, leeft een paradijselijk leven en is daarmee de mens tot voorbeeld. Dit zijn geen dichterlijke vrijheden, maar dit is heel erg de kern ook van 16e eeuwse wetenschapsbeoefening. Ik duidde er al op. Wat wetenschap is, is eigenlijk niet een vastgesteld iets, maar is wat mensen op een gegeven moment op een bepaald tijdstip in de geschiedenis onder wetenschap verstaan. En dit, laat maar zeggen, deze emblematische duiding van
allerlei dieren, dus ook van de paradijsvogel, is echt de kern van de 16e eeuwse wetenschapsbeoefening. Camerarius was zelf een natuuronderzoeker en hij had ook een hele kring van geleerden om zich heen. We komen er een aantal tegen. Een daarvan is Konrad Gesner, die by far de grootste natuurhistoricus van zijn tijd was. Gesner die publiceerde in 1553 een serie boeken Historia Animalium, waarbij hij de pretentie had en het streven had om alle bekende dieren van de wereld te beschrijven. En dat was een operatie die heel erg in het teken stond van dat klassieke, dat humanistische kennisideaal, waarbij je dus in eerste instantie naar teksten gaat kijken. Wij verwachten van een dierenboek dat er dus eerst een taxonomische indeling komt. Dit dier is dat genus, dat species, behorend tot die en die familie. De opzet van Gesner is geheel anders. Hij geeft een zo uitputtend mogelijke beschrijving van alle dieren die hij kent op dat moment, 1550, nog heel veel moet ontdekt worden, en gaat daarbij als volgt te werk. Elk lemma over een dier begint met een uiteenzetting waar in de klassieke geschriften de dier voorkomt. Dan volgt een uiteenzetting hoe de dier aan zijn naam komt. Dan volgt een uiteenzetting waar het in fabelen en op munten en op monumenten toekomt. Dan volgt een uiteenzetting op welke wijze dit dier van het nut tot nut van de mensen kan zijn. En pas eigenlijk als allerlaatste volgt een vage poging tot taxonomie. Nou, Gesner die beeldt ook af de paradijsvogel die, zoals bekend, niet in de klassieke voorkomt, maar wel interessant genoeg is natuurlijk om op te nemen in het boek. Het lemma begint inderdaad met de Paradiso en geeft ook een afbeelding. Duidelijk gebaseerd op eigen waarneming van een balg van een paradijsvogel, maar zoals u meteen op de afbeelding zult zien, zonder pootjes. En het zijn natuurlijk juist die afwezigheid van pootjes die een enorme invloed op mensen hebben, die er enorm fascinerend maakt. Gesner heeft een collega die alles wat Gesner doet nog eens een keertje 10 keer uitvergroot. Elisa Aldrovandi, daar zien we nog veel nadrukkelijker die drang naar het ankeren van beschrijvingen in klassieke, maar ook in empirische kennis. En Aldrovandi die gaat zover om niet alleen het dier af te beelden zoals het dood vorm ligt, maar ook te proberen te visualiseren hoe het zich in levende lijven bewoog. En we zien hier op de rechterafbeelding een paradijsvogel die zweeft in de lucht en richting wolken gaat. En op de volgende slide zien wij hoe deze paradijsvogel ook water drinkt dat uit de wolken valt. Dus heel nadrukkelijk zien we dus heel erg de up-to-date wetenschappelijke kennis van de late 16e, vroege 17e eeuw. Heel nadrukkelijk toch de meer godvruchtige, wat wij zouden noemen mythische, maar voor hun hardwetenschappelijke kadering van die paradijsvogel centraal stellen. Nou, het dier was een enorm geliefd verzamelobject. Ik gaf dat al aan. De paus is een van de eerste die zo'n dier te geschenken krijgt. Het dier circuleerde aan de hoven van Europa en wordt dan ook een bijna vast element, een verplicht nummer in een verschijnsel wat in die tijd opkomt, het rariteitenkabinet. En rariteiten moeten we dan zien niet als in de huidige, laten we zeggen, negatieve connotatie van het woord, maar als een kamer waarin je allerlei verwonderenswaardige zaken kunt zien. En in die rariteitenkabinet wordt ook weer heel nadrukkelijk, net als Gesner en Aldrovandi deden, gestreefd naar het overeenbrengen met de tastbare objecten en klassieke boekenkennis. Dus wat we hier op deze slide zien is Ferrante Imperato, de Historia Naturale uit 1599, waar we een enorme hoeveelheid boeken zien en een bijna geëxplodeerde hoeveelheid
natuurlijke objecten die op de kasten tegen het plafond zijn en waar eigenlijk een soort dialoog tussen tekst en object, tussen kennen door verhalen en het met eigen ogen aanschouwen ontstaat. Die rariteitenkabinetten hebben een enorme invloed en ze zijn niet alleen ter vermaak, maar vooral ook ter lering. En bijvoorbeeld de Universiteit van Leiden, 1575 gesticht, streeft er meteen van meet af aan naar om ook zo'n kabinet te hebben. Ze beginnen met een Hortus Botanicus en ze willen daar ook een naturalie kabinet bij stichten. Nou, iemand die daar een belangrijke rol in speelde was Bernardus Paludanus. Hij had zijn opleiding genoten in Italië, had heel veel merkwaardige natuurobjecten verzameld. En terug in de Republiek settelt hij zich in Enkhuizen en maakt daar kennis met de ontdekkingsreiziger Jan Huygen van Linschoten. En een van de dingen die Linschoten op zijn verre reizen had meegenomen, waren ook weer die paradijsvogels. Dus Paludanus was een van de eerste mensen in de Republiek die een aantal paradijsvogels had. Zonder voeten, schreef hij ook letterlijk. Hij had er 4 of 5 die dus tentoongesteld werden in zijn kamer in Enkhuizen. Nou, omdat hij een enorm geleerd iemand was en een enorme collectie rariteiten had, streefden de curatoren van de Universiteit van Leiden naar om Paludanus en zijn collectie binnen te halen, zodat op een didactische wijze het onderwijs aan de Leidse studenten kon worden, letterlijk een soort 3D-driedimensionale ondersteuning kon krijgen, dus inclusief ook weer die paradijsvogels. Nou, helaas zei Paludanus nee tegen dat aanbod, maar in plaats daarvan werd een andere bekwame kracht gevonden, Carolus Clusius, over wie het zo zullen hebben. Ondertussen zie je dat met de toevoer van de handel op de Oost, in 1602 wordt de VOC gesticht, ook weer een veel grotere aanvoer van die balgen van paradijsvogels komt. En die arriveren allemaal in Europa zonder pootjes. En bij implicatie denkt dus ook iedereen van, ja, dat klopt inderdaad wat men zegt. Die dieren die zweven de hele dag door de lucht, paren in de lucht, geven hun jonkies, die komen uit hun ei in de lucht. En niemand vraagt zich eigenlijk af van hoe kan dat, hoe klopt dat met de verdere kennis die we hebben van het vogelrijk. Wij weten nu dat pootjes er tijdens het transport vaak van afvielen, of veel waarschijnlijker nog, dat juist omdat men in Nieuw-Guinea dacht, die Europeanen willen die paradijsvogels hebben en die gaan ervan uit dat ze geen pootjes hebben, we knippen de pootjes er alvast vanaf. Dus hier zie je hoe, laat maar zeggen, een bepaald verwachtingspatroon, een bepaalde markt voedt en hoe daardoor een soort wetenschappelijk denken in een soort visueuze cirkel blijft steken. Neem niet weg dat die paradijsvogels enorm geliefd werden. Niet alleen in rariteitenkabinetten, maar ook werden verwerkt in hoofdtooien. We zien hier op deze slide een prachtige schilderij van Jan Lievens, man in een oriëntaals kostuum, met in zijn tulband inderdaad de balg van een paradijsvogel. Heel nadrukkelijk wordt dit gezien als een verwijzing naar het spirituele, het christelijke, het paradijselijke Oosten, waar, zoals men dacht, de Hof van Eden was. Ander voorbeeld, uit dezelfde tijd ongeveer, is een heel groot schilderij van Rubens, wat nu in het Prado in Madrid hangt, De Drie Wijzen uit het Oosten. En als we kijken naar, even een close-up, naar één van die drie wijzen, dan zien we dat ook deze weer een paradijsvogel op zijn tulband draagt. Ook weer een verwijzing naar dat paradijselijke, christelijke Oosten. We weten ook dat Rembrandt van Rijn, en dan zien we hier een hele mooie schets van op papier, een verzameling had. Zijn verzameling,
de inventaris werd opgemaakt in 1656. En daaruit leren we dat hij allerlei rariteiten had. Deels als verzamelobject, maar ook heel vaak als, laten we zeggen, studiemateriaal voor zijn tekeningen en schilderijen. En op deze prachtige waterverf, tekenings en schets, zien we dat hij ook weer die paradijsvogels, twee paradijsvogels afbeeldt zonder pootjes. En ook een derde en laatste voorbeeld hiervan, Jan Breugel, de oude, die schilderde de Hof van Eden. In de verte zien wij links van het paard, als u goed kijkt, ziet u Adam en Eva. En helemaal rechts boven in de lucht zien we ook twee paradijsvogels rondvliegen. Evident, en dat zal de toeschouwer meteen begrepen hebben, voor eeuwig in de lucht. Totdat ze op een gegeven moment stierven. Ik vertelde al, die kring van kenners, die natuurlijke historie-objecten en ook een voorliefde voor afbeeldingen met elkaar deelden, was heel klein. De hele club, Breugel, Rubens, Clusius, Paludanus, Camerarius, die kenden elkaar allemaal. Die speelden elkaar allemaal informatie toe. En zo zien we op dit schilderij van Breugel, laat maar zeggen, de laatste stand van zaken wat betreft kennis op het gebied van flora en fauna verbeeld. 1613 is dit schilderij, maar exact in dezezelfde jaren neemt de directeur van de Hortus Botanicus in Leiden, Clusius, krijgt voor het eerst berichten dat die paradijsvogel, dat het verhaal toch wat gecompliceerder zit en dat het dier wel degelijk poten heeft. Dus hij publiceert in 1609 een boek genaamd Exotoricum Liber Decem, 10 boeken over exotica, waarin weliswaar een oude gravure van die paradijsvogel zonder pootjes wordt gebruikt, maar waarbij hij in de tekst zegt, nee, dit verhaal klopt niet, ik heb geen betere afbeeldingen, dus we moeten het hier maar mee doen, maar het dier heeft wel terdege pootjes. En in de, ik kan daar helaas geen afbeelding van laten zien, maar in het manuscript voor een tweede druk heeft hij ook een tekening opgenomen waarbij dat dier wel terdege voorzien is van pootjes. Met andere woorden, hier gaat wat wringen in de wetenschappelijke kennis. En we zien die kennis heel snel al vertaald in weer de schilderkunst. Jan Breugel, hij weer, schildert in 1622 opnieuw een natuurbeschouwing over, in dit geval, de allegorie op de vier elementen, de allegorie op de lucht, waarbij eigenlijk heel snel wetenschappelijke kennis wordt geïncorporeerd. We zien het engeltje, de poetie, in het midden met een telescoop naar de hemel kijken. De telescoop is 14 jaar daarvoor in 1608 uitgevonden. En als u goed kijkt, ziet u links op een tak zittend, dus evident met pootjes, een paradijsvogel. Hier hebben we een close-up ervan. Margie Rikken en Paul Smith hebben hier een prachtig artikel over gepubliceerd. Dus we zien heel nadrukkelijk dus niet alleen die paradijsvogel afgebeeld op een kunstwerk, maar we zien ook heel nadrukkelijk hoe de laatste stand van wetenschappelijke kennis ogenblikkelijk wordt vertaald in een kunstwerk. Dus dat is heel intrigerend om daar eens goed naar te kijken. Wij kijken altijd, maken altijd een soort scheiding tussen kunst en wetenschap, maar die scheiding is eigenlijk in de 16e, 17e en zelfs vroege 18e eeuw nauwelijks te maken. Ik haal dit schemaatje er nog even bij, natuurlijke historie en biologie. Wat we dus zien is dat er langzaam maar zeker minder aandacht komt voor die teksten en vooral meer op eigen observatie. Dat er nog steeds heel nadrukkelijk belang is voor symboliek, maar dat die langzaam maar zeker ook die aandacht voor symboliek plaats gaat maken voor een meer op het, zoals dat in schilderkringen heet, naar het leven ad vivum-achtige afbeelding. Dus waarbij niet in eerste instantie het iconische idee paradijsvogel wordt afgebeeld, maar waarin men probeert
het dier zoals het daadwerkelijk zich aan de toeschouwer toont af te beelden. Dat was problematisch, maar het is een weg die langzaam voortgaat. We hebben hier, wat ik hier laat zien is van de tentoonstelling die in het Rembrandthuis is geweest over de rariteitenverzameling van Rembrandt. We zien rechts dus weer die bekende, inmiddels bekende tekening en links een opgezet exemplaar van die paradijsvogel. Het ziet er een beetje uit alsof het dier een ongeluk gehad heeft, maar dat geeft ongeveer aan hoe moeilijk het is om een goed preparaat, een goed geprepareerde vogel te bestuderen. Ondertussen verfijnt die cultuur van het verzamelen zich, worden de conserveringsmethoden beter, wordt het globale netwerk enorm uitgebreid en komt er steeds meer toevoer aan nieuwe objecten en oude objecten die men nu veel beter dan voorheen kan toetsen aan de empirie. Beroemd voorbeeld is Ole Worm, een Deense onderzoeker die hele goede contacten had met de Republiek en die in 1655 een boek publiceert, Museum Wormianum, waarbij hij van heel veel zaken uit zijn verzameling state of the art beschrijvingen geeft. Als u goed naar dit plaatje kijkt, en ik ga nu even een detail laten zien, dan ziet u rechts een liggende wat lijkt op de hoorn van een eenhoorn en links waar het ding oorspronkelijk vandaan komt, blijkt te komen de narwal. Over die narwal en over de eenhoorn is eigenlijk hetzelfde aan de hand als met die paradijsvogels. Men dacht dat de eenhoorn bestond. Eenhoornhoorns waren een ongelooflijk geliefd object om op te nemen in rariteitenverzamelingen. En ook hier kwam men er langzaam maar zeker achter dat die hoorn van de eenhoorns, wat men dacht dat de hoorn van de eenhoorn was, dat het in feite iets heel anders was, namelijk de slagtand van een narwal. En Worm is de eerste die daarover publiceert in dat boek. Kijk, hier zien we de hoorn van dat men dacht dat een eenhoorn was en hier zien wij de afbeelding die Worm laat zien. Zoals u kunt zien is het een afkomstig van een nogal booskijkende narwal. Nou doet Worm ook, elders in het boek, laat hij een afbeelding zien van een paradijsvogel. Nu eigenlijk helemaal zoals Clusius die had willen publiceren en Worm nu als eerste doet. Als we goed kijken, dan laat ik de tweede slide zien, ziet u op de uitvergroting rechts de pootjes afgebeeld. Met andere woorden, hier wordt dus een hele belangrijke, ik wil niet zeggen mythe, maar een hele belangrijke schijnbare wetenschappelijke zekerheid wordt terzijde geschoven. Paradijsvogels hebben pootjes, kunnen rusten op de aarde, maar zijn desalniettemin, en dat is belangrijk voor het verhaal, blijven desalniettemin vanwege een prachtige vogeltooi of prachtige verentooi, een prachtige kleurenpracht, ook zeer nadrukkelijk manifestaties van Gods grootheid in de schepping. Met dat die, laat me zeggen, die mythe gedebunkt is dat paradijsvogels nooit op aarde terechtkomen, gaan er steeds meer reizigers daadwerkelijk het dier ter plekke bekijken. We zien hier een prachtige gravure afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum, ongeveer 1690, waarbij we dus die paradijsvogel heel nadrukkelijk op een tak zien zitten. Iemand die ter plekke is, dan zijn we weer een aantal jaren later, is François Valentijn, die een heel dik boek, sommigen van u zullen het kennen, Oud en Nieuw Oost-Indië publiceert, waarin hij heel uitgebreid land, cultuur, flora en ook fauna beschrijft. En ook Valentijn is natuurlijk gefascineerd door dat verhaal van die paradijsvogel. En hij neemt er ook een beschrijving van op en afbeeldingen. En Valentijn kan ter plekke autopsie uit eigen waarneming bevestigen dat die paradijsvogels wel terdege pootjes hebben.
kunnen rusten op aarde, maar desalniettemin ook een groot deel van hun leven vliegend doorbrengen. En Valentijn laat heel mooi zien hoe, laat maar zeggen, dat oude natuurbeeld, die oude natuurlijke historie, langzaam maar zeker overgaat in wat wij nu biologie noemen. Dus nauwkeurige beschrijving, een nauwkeurige afbeelding en een goede bestudering van de leefgewoonte, voedsel, broedgedrag van het dier. Maar tegelijkertijd zien we hier nog ook heel nadrukkelijk oudere ideeën doorschemeren. Want wat schrijft Valentijn namelijk, en hier zien we een echo van het emblematische wereldbeeld. Een heerlijk zinnenbeeld kan ons die vogel van een waar christen uitleveren, die gelijk als altijd, vooral in het einde van zijn leven, de vleugelen des geloofs, zolang tot Christus, de ware zonne der gerechtigheid, behoort op te vliegen, totdat zijn krachten bezwijkende zijn dode romp wel ter nedervalt en de aarde ten deel, maar totdat hij met een geest dan eerst recht en naijver met hem verenigd werd. Met andere woorden, ondanks het feit dat die paradijsvogel pootjes heeft, zich verder gedraagt als een normale vogel, gaat Valentijn er toch vanuit dat uiteindelijk die paradijsvogel ten hemel stijgt en daarmee, net als de sterfelijke mens, God vindt en vergeving krijgt. Ik kom een beetje aan de conclusie van mijn verhaal. Ik hoop dat ik heb laten zien dat die zintuiglijke waarneming voor het observeren van paradijsvogels enorm belangrijk is geweest, maar dat er tegelijkertijd een aantal voorbehouden gemaakt moet worden, dat observatie niet ogenblikkelijk leidt tot in onze ogen correcte wetenschappelijke interpretatie daarvan. We zien wel dat de aandacht van de symboliek voor paradijsvogel minder belangrijk gaat worden dan hun uiterlijke verschijningsvorm. En we zien ook dat al die tijd kunst en wetenschap nauw verweven zijn met elkaar. Een nauwkeurige afbeelding is zowel iets waar kunstenaars naar streven als wat wetenschappers heel erg belangrijk vinden. En ik spreek hier namelijk namens het Godgeleerd Genootschap van Tijlers, dus ik kan nu ook toch heel nadrukkelijk daarvan proberen te overtuigen dat met die opkomst van die wetenschap het niet in één keer gedaan is met het geloof in een religieuze betekenis, maar dat die religieuze betekenis verandert. We zien namelijk dat een religieuze duiding verschuift van een, laat maar zeggen, meer emblematische, zinnenbeeldige interpretatie van paradijsvogels naar wat dan wel genoemd wordt het argument from design, het idee dat juist in zulke ontzettend fraaie, zeldzame vogels als paradijsvogels, met een prachtige verenpracht en een heel indrukwekkende balts- en broedgedrag, juist bij uitstek zich de grote God aan de mensheid openbaart. En tot afsluiting heb ik alvast weer even als een verwijzing naar de tentoonstelling weer het slotakkoord, de titelpagina en afbeelding van een paradijsvogel van Le Vaillant, l'histoire naturelle des oiseaux de paradis. Ik dank u voor uw aandacht.